Hey iedereen, Leske hier. Leuk dat je weer kijkt naar deze gloednieuwe video van mij. In deze webserie ga ik altijd praten over een muziekalbum, een film, een musical of alles wat met muziek te maken heeft. En daar geef ik natuurlijk mijn mening over. Zoals je al in de titel hebt kunnen lezen, gaan wij een review doen op het posthum album van de Zweedse DJ Avicii die afgelopen jaren overleden is. En sinds korte tijd geleden is een posthum album van DJ uitgebracht. En ja, het zal een beetje een soort van emotionele lading hebben, zeg maar, ook in deze video, maar ook voor mij ook een beetje eigenlijk. En het zal natuurlijk ook een beetje lastig praten zijn. Ja, voordat ik eigenlijk ga beginnen met de review, wil ik ook nog een paar dingen mededelen. Want Avicii schijnt aan depressie geleden te hebben, was hij ook drugsverslaafd. Ik heb wat websites gevonden die tips kunnen geven van wat je kunt doen tegen eenzaamheid, tegen depressie of angststoornissen. Bijvoorbeeld ook met depressie, dat je ook einde wil maken aan je eigen leven, zeg maar. Er zijn van die websites die je hulp kunnen bieden, zeg maar, als je aan een van die dingen leidt of iemand kent die aan eraan leidt. Het is heel heftig allemaal. En iedereen verdient wel een beetje hulp, ook al is het voor eenzaamheid of depressie of wat dan ook weer. Als je toevallig aan een van die dingen leidt of iemand kent die daaraan leidt, check even de links in de beschrijving. Want je kunt jezelf of die persoon die aan drugsverslaving, eenzaamheid, depressie of een bepaalde angststoornissen leidt, echt heel erg mee helpen. Het is beter dat je meteen hulp zoekt voordat het allemaal te laat is, zo weet je wel. Want voor je het weet is hij voor altijd weg. En hetzelfde hebben we ook met Avicii, zeg maar. Ja, het is een beetje triest allemaal, deze video, dat weet ik allemaal wel. En ja, het album. Ik wou dit album zo graag leuk vinden. Echt waar. Echt, dat deed ik echt met oprecht uit mijn hart eigenlijk. Maar dit is echt geen geweldig album. Al helemaal geen geweldig posthum album, zeg maar. En ja, dat is ook heel erg triest allemaal. Maar ik zal het allemaal wel helemaal vertellen in deze review. Dan begrijp je ook een beetje wel van waarom ik er zo over denk, zeg maar. Dus laten we maar meteen beginnen met deze album review. Tim is het posthum album van de Zweedse DJ Avicii, waarbij de nummers bijna af waren, maar door andere songwriters en producenten afgemaakt zijn. De opbrengst voor de aankoop van dit album zou gaan naar de Tim Berkling Foundation. Een non-profit organisatie die zich inzet tegen zelfmoord en geestelijke ziektes of aandoeningen. Waar Avicii aan geleden heeft. Waarmee hij het een jaar geleden een einde aan zijn leven heeft gemaakt. Zoals ik al eerder zei. Dingen zoals depressie, drugsverslaving, eenzaamheid en zelfdoding staan centraal als de hoofdthema's op dit album. Dit album is zeker niet iets wat je gewend bent om te horen van die DJ. Zijn sound is heel anders en wat rustiger dan zijn eerdere werk sinds zijn grote hit Levels. Op zich is daar niks mis mee als je een switch wil maken in je sound of als je iets anders wilt doen. Bijvoorbeeld Daft Punk heeft het ook gedaan toen met Random Access Memories. Je zou als fan denken dat de DJ geen EDM nummers wil gaan maken. Aangezien de sound nogal doorsnee en electropopachtig klinken. Wat uiteindelijk tot een teleurstelling zou aanvoelen. Het idee is niet slecht, laat het even duidelijk zijn. Maar het is ook de uitvoering. De uitvoering kwam niet goed over uiteindelijk, waarbij wij denken van, oh, waarbij ik dacht van, wat? Weet je wel? Het probleem ook is dat, aangezien Avicii dood is, hij niet meer aan de nummers kan werken of op het laatste moment iets kan aanpassen. Je weet nooit hoe hij zijn hele album of hoe hij zijn nummers daadwerkelijk wou hebben, als hij nog zou leven, zeg maar. Als je naar dit album zou luisteren, dan heb je het gevoel alsof je naar moderne EDM nummers aan het luisteren bent die je vaak hoort op Exile op de radio of zo, weet je wel. Wat echt heel erg populair is, denk maar nummers van Marshmello of die van Zed, zeg maar. Of heel veel moderne popnummers, zeg maar. Het voelt niet origineel aan. En Avicii staat bij bekend dat hij toch dansnummers uit kan brengen die verfrissend en uniek aanvoelen eigenlijk. En dit album, al die nummers op dit album, daar is een heel grote tekort aan, of dat is gewoon niet terug te vinden eigenlijk. Het enige nummer wat wel de norm zou zijn van Avicii is het openingsnummer Peace of Mind. Wat een heerlijk opener is voor dit project, naar mijn mening. Als je naar de songteksten van alle nummers op het album terugleest, dan kom je erachter hoe hartverscheurend het is. Het is net alsof je de gevoelens en gedachten van Avicii aan het lezen bent, voordat hij besloot om een eind aan zijn leven te maken. Hoogwaarschijnlijk zullen de hardcore fans van Avicii hiermee een traantje wegpinken. En heel eerlijk te zijn, dat is bij mij niet gebeurd. Maar toen ik het allemaal las, ik moest wel even erbij zitten en zo. En even een pauze nemen, want ik dacht echt van, wow, weet je wel. En ja, op een gegeven moment, ik nam echt heel lange pauzes toen ik
dit allemaal aan het schrijven was, zeg maar, voor deze recensie eigenlijk. We verwerken allemaal de dood van onze favorieten anders, weet je wel. Bij de ene persoon gaat het wel anders dan de andere eigenlijk. De songwriting schiet bij sommige nummers tekort, zoals ik al eerder genoemd heb bij nummers als SOS en Tough Love, die ik toevallig de afgelopen tijd al beoordeeld heb. De linkjes naar die filmpjes staan hier in het balkje of anders in de beschrijving, voor als je die even willen zien, zeg maar, hoe ik over SOS of Tough Love denk. Dus check dat ook maar even. Je wilt wel in het verhaal gesleurd worden in die nummers, maar op de een of andere manier gebeurt dat niet, of niet altijd. Verder wil ik niet te ver ingaan op de songwriting, want voor mij is het moeilijk om erover te praten, want het is allemaal zo hartverscheurend over depressie, over hoe... Dat, over het feit dat Avicii niet lekker in zijn vel zat. Ja, ik denk bij mezelf van, ja, daar wil ik niet te ver op ingaan, zo weet je wel. Want ja, die gast heeft veel geleden, zeg maar. En ja. Er zijn zo'n 9 gastartiesten te horen op dit album. Zoals Vargas en Lagola, Agnes, Chris Martin, de zanger van Coldplay, Aloe Black, Joe Janiak, Bon, Arizona, Imagine Dragons en... Oh ja, Nooni Bao. Vargas en Lagola, Joe Janiak en Bon zijn meerdere keren te horen op dit album. De eerste genoemde zijn goed in het openingsnummer Peace of Mind, maar in andere nummers is het duo niet zo geweldig eigenlijk. Dus het is wel een beetje tegen daarna, of ze zijn heel matig eigenlijk. Chris Martin is geen slechte zanger, begrijp me niet verkeerd, maar zijn stem vind ik niet zo mooi pas op Heaven. Want zijn stem klinkt niet heel zuiver, waarbij het nummer niet mooi klinkt. Hij klinkt een beetje zo... Zoiets, weet je wel. Ik kan niet echt exact nadenken ongeveer de sound, zeg maar. Want het is net alsof je zo op die manier zingt. En het klinkt niet mooi met een nummer. Kijk, Heaven heeft een goede achtergrondmuziek, maar de zang van Chris Martin niet zo geweldig. Aloe Black zingt goed in SOS, maar het is gewoon tam, wat ik al eerder zei in mijn recensie van SOS. En dat is ook niet echt grensverleggend of vergeetbaar, zeg maar. En, ja, het is niet echt catchy of het blijft niet echt bij je hangen of zo. Agnes zingt samen met Vargas en Lagola in Tough Love, prima, maar het is niet echt grensverleggend of zo, weet je. Het gaat je zo voorbij en dus, je kijkt er daarna niet meer naar om. Joe Janiak klinkt nogal reggae-achtig en dat klinkt totaal niet op het album waar veel over depressie, eenzaamheid en al die trieste thema's gesproken wordt. Want hij klinkt nogal vrolijk op dit album. En weet je, ik snap wel dat je een beetje wat leuks probeert te doen op een zo heel gevoelig album eigenlijk. En, maar qua uitvoering, hoe hij het allemaal doet, nee, ik denk van, nou, nee, dit werkt gewoon niet, weet je. Ook al zeker niet op de liedjes waar hij de gastartiest is eigenlijk. Bon zingt prima, maar het is saai om naar te luisteren. Dan Reynolds en zijn band Imagine Dragons in Heart Upon My Sleeve, tja, wat zou ik erover zeggen? Dan Reynolds heeft een hele rauwe, krachtige stem, maar er zijn momenten dat zijn stem niet altijd even mooi matcht met de achtergrondmuziek op dat nummer. Ja, ik weet niet, het is grauwerig gewoon, weet je wel. En ja, ik weet niet, ik heb liever een wat zuiger stem dan een hele rauwende stem, zeg maar. Want ja, ik hoor hem liever in een rocknummer dan in een EDM-nummer eigenlijk. Nooni Bao klinkt heel erg mooi op het slotnummer Fades Away. En zij is waarschijnlijk één van mijn favoriete gastartiesten op dit album. Maar ja, ik vind haar stem prachtig, weet je wel, van Nooni Bao. Ja, ik heb liever haar, dat ik haar op het hele album hoor, dan de rest van al die andere gastartiesten eigenlijk. De productie op dit project voelt heel tegenvallend aan. Er zijn maar weinig nummers waar je echt lekker en goed op kan dansen. Peace of Mind en Heart Upon My Sleeve zijn nummers waar de productie echt goed aanvoelt. De rest van het album voelt meer aan als achtergrondgeluid dan als echt goed Avicii project. En ik weet het, Avicii wou een andere kant op gaan met zijn muziek, ook qua productie. Maar dat betekent dan niet meteen dat het dan goed eruit komt. Het idee is goed, maar uitvoering is daarom alles. En de uitvoering, ja, het is niet altijd best. Bij nummers als Tough Love, Bad Reputation, Hold the Line, Freak en Excuse Me, Mr. Sir, denk je, als je de nummer hoort, wie vond het nou een goed idee om dit soort nummers te maken op Avicii-album? En wat ik al zei, omdat de Zweedse DJ er niet meer is, kan hij niks meer aanpassen of verbeteren. En uiteindelijk hebben we het album van onze favoriete DJ gekregen, die we uiteindelijk niet willen zoals wij in gedachten hebben. En dat is jammer, want ja, ik weet niet, ik ben het niet helemaal mee eens. Als Avicii zoiets had van, oké, dit is echt serieus, de kant die ik op wil gaan. Ja, oké, dan ben ik het persoonlijk niet mee eens als fan. Maar het kan wel werken, maar op een of andere manier, het werkt gewoon niet, weet je wel. Want de uitvoering is niet altijd op zijn best. Ik heb zo het gevoel dat het allemaal ook komt door al die dingen waar
Avicii aan geleden heeft. Die depressie, die eenzaamheid. Het feit dat mensen zoveel van hem willen, zeg maar, van nieuw, steeds meer nieuwe muziek. Dat hij steeds moet gaan toeren en zo. Dat mensen steeds iets meer van hem willen, zeg maar. En ja, die drugsverslaving, ja. Misschien komt het allemaal daardoor dat het helemaal lekker ging. Ik denk dat hij gewoon een pauze had moeten nemen, eigenlijk. Maar ja, dat kan nu niet meer. Maar ja. Dit postuum album had geweldig kunnen zijn. Maar omdat de songwriters, de producenten en Avicii's platenlabel Universal Music toevallig het niet konden laten, is het project schandalig, doorsnee, vergeetbaar en op sommige momenten ook gewoon onluisterbaar geworden. Daarom ben ik ook geen fan als platenlabels een postuum album uit gaan brengen. Hetzelfde heb ik ook met Michael Jackson's postuum album. Bijvoorbeeld Michael, die ik zelf ook al heb, maar ja, ik weet niet, eigenlijk heb ik een beetje spijt van gekregen dat ik het gedaan heb. En zijn, wat ook een ander postuum album van Michael is, Xscapes. Het lijkt heel erg tof, maar uiteindelijk voelen postuum albums aan als doorsnee vergeetbaar, onluisterbaar of gewoon weg in mijn eigen woorden. Zijn ze grafschennis eigenlijk. Maar weet je, als ik in de schoenen sta van een CEO van een grote platenlabel, zoals Universal Music of Warner Bros. Music of zo, weet je wel. En iemand zegt, hey, die artiest is dood. Laten we maar een postuum album maken van liedjes die bijna af waren of afgewezen zijn door die artiest. Dan zou ik zeggen, nee, daar komt niks van in. Want er is een reden waarom je niet aan andermans werk moet komen, zelfs als het niet af is. Niet alleen is het onethisch, het is ook nog eens respectloos naar mijn mening. Ja, het geld gaat naar een goed doel en dat vind ik heel goed. Maar ik denk ook dat de platenlabel Universal Music in dit geval ook hiervan zal gaan profiteren. Dat zij ook denken zoiets van, oh, dat gaat naar een goed doel. Nou, we willen ook wel wat van het geld zien eigenlijk. Hè? Want wij zijn een label, wij hebben geld, wij moeten geld verdienen. Dus wij willen, dus mogen we een klein stukje of zo, weet je wel. En ja, ik vind dat de fans van Avicii een beter album verdienen. Maar ik vind ook dat Avicii zelf ook beter verdient. Zelfs als hij 2 meter diep in de grond begraven is in zijn kist. Want uiteindelijk is het niet het album die wij willen van Avicii en van hem. En ik heb ook liever gewild dat hij op zijn eigen tempo zijn project af zou maken. Dat hij ook de behandeling kreeg die hij nodig had. De hulp en een beetje een pauze kon nemen. Zeg maar, dat hij ook een beetje rust zou pakken en zo, weet je wel. En ja, anders was dit misschien niet gebeurd. Misschien had ik nog heel leven kunnen leiden, zeg maar. Want hij is veel te jong gestorven in mijn geval. Ik weet even niet meer hoe oud, maar... Man, het... Ja. Wat voor cijfer krijgt Tim van mij? Nou, Tim, het postuumalbum Tim krijgt van mij... Ja, het zal misschien een beetje schokkend overkomen, maar dat is gewoon mijn persoonlijke ervaring over dit album. Een 2+ tot 3-. En ja, weet je, ik wil dit album leuk vinden, zoals ik al eerder zei. En als je fan van Avicii en dit album geweldig vindt, dan ben ik blij voor je. Maar ja, ik weet niet. Het punt is, ik heb beter gehoord. En ik had ook gehoopt dat het net zo goed is als wat ik eerder gehoord heb van Avicii. En ja... Ik had er ook een beetje moeite mee om naar een hele album te luisteren, zeg maar. Niet alleen van wat er gezegd wordt, maar ook hoe de muziek gemaakt is uiteindelijk. En hoe de gastartiesten hun werk deden, zeg maar, op dit hele album. Jammer genoeg is dit niet het album geworden waar ik echt op gehoopt was of zo, weet je wel. Of waar iedere Avicii-fan op gehoopt had. Nou ja, dat was dus mijn albumreview van Tim van Avicii. Maar wat vind je trouwens van het album? Vind je het een goed postuum album of vind je het niet zo'n goed postuum album? En vooral, laat het eens weten in de rechtsraad onderaan de video. Mocht je lijden aan depressie of eenzaamheid, angststoornissen of drugsverslaving, links staan hier onderaan in de beschrijving. En datzelfde geldt ook voor mensen die je kent, die toevallig ook aan een van die dingen lijden, zeg maar. Dus, maar daar wil ik gewoon bij laten en ik hoop dat jullie allemaal een fantastische dag hebben. En ik hoop dat jullie indien nodig ook de hulp krijgen die jullie nodig hebben. En ik zie jullie de volgende keer weer terug in de gloednieuwe video van mij. Doei doei!